actie. Aan tafel inmiddels Bouke Ollenhof, helemaal uit Friesland gekomen. Ja. Hoe was de reis? Oh, dit is prima. Dit is niet zo ver, hoor. Het is van net zo ver vanaf hier. Als andersom. Ja, dat dacht ik al. Ja. Toneelschrijver. Ja. Welk werk kunnen we u van kennen? Graag jullie. Waar kennen we je van? Anders voel ik meteen zo oud. Het meest recente was Hanne van Hendrik natuurlijk. Een beetje meegewerkt in de verte aan de Schimmelruiter in Friesland, Stormruiter. Ja. En heel vroeger nog Abe, maar ja, dat is wel heel lang geleden. Maar daarnaast vind ik het ook wel belangrijk om grote spektakel. Grote spektakel, maar ik doe ook kleine plattelandsdramas. Dat doe ik ook in het Fries. Kijk, je vraagt me straks voor wat voor mensen zit je hier. En dan kan ik wel zeggen, nou, zit ik voor die 100.000 van de Stormruiter. Wat voor mensen zit je hier? Ik heb bedacht dat ik hier voor 8 mensen zit. Oké. Okay. En dat is namelijk omdat ik volledig onbezoldigd in de artistieke raad zit van een productiekern in Friesland. Die heet Pier 21. Mm-hmm. En dat is voor mij een voorbeeld waarvan ik denk, dat zijn dingen die we moeten koesteren in deze tijden. Kijk, die corona is niet uitgevonden om ons dwars te zitten. Dat hopen we maar. Daar zijn we de mening nog een beetje over verdeeld, maar het is al begonnen met zo'n flesje waarschijnlijk. Ja. Nee, dus we moeten ook, en we hoeven misschien zelfs niet eens uit te leggen waarom cultuur zo belangrijk is. Want laten we eerlijk zijn, iedereen die wil graag dat er muziek is op zijn bruiloft. Of dat er een schilderij aan de muur hangt. Of dat opa een verhaaltje vertelt. Of die wil dansen als je verliefd bent. Maar ik denk dat het ook om gaat, zoals de KLM eigenlijk meteen na 2 dagen gered moest worden. Denk ik dat wij ook de vraag moeten stellen van wat is eigenlijk de KLM van de cultuur? Mm-hmm. En dan zou mijn antwoord zijn. Kijk vooral naar de belangrijkste elementen in zo'n infrastructuur. Hè. Die zitten voor een deel in de gesubsidieerde sector, maar die zitten voor een deel ook in de wat lossere sector. Kijk, als ik straks geen werk meer heb door deze coronacrisis, dan is die crisis misschien daar wel goed voor geweest. En dan is dat triest voor mij en dan ben ik misschien te oud of te slecht. En ja, dat is gewoon hard, maar dat is dan zo. Maar ik zou het. Ik merk bij zo'n productiekern waar ik dan vanuit zo'n artistieke raad dat we een beetje op afstand volgen, is. Daar zit een jongen, hij heet David Lelieveld. En die zit zo door de provincie te reizen. Die hoort allemaal thema's. Die heeft hele goede banden met een publiek. Die weet waar we het mensen willen zien. Die kent de kunstenaars en die brengt ze bij elkaar. En dan maakt hij voorstellingen die in zo'n klein taalgebied als het Friese, waar 300.000 mensen Friestalig zijn, hè, van 0 tot 100, maakt hij voorstellingen waar 10.000 tot 20.000 mensen komen. En kijk, als al die mensen die hij, kunstenaars die hij inhuurt, als die op een gegeven moment geen werk meer hebben, is dat triest voor hun. Maar het zou echt triest voor de maatschappij zijn als zo'n heel initiatief wegvalt. Mm-hmm. Hè? En hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook, je hebt bepaalde marketingafdelingen van met name vrije producenten. Die zijn zo knettergoed. Mm-hmm. Die mensen kunnen ook heel goed tandpasta verkopen. Maar als zij tandpasta of ontsmettingsmiddel gaan verkopen, dan zijn we heel veel kwijt. En dat is eigenlijk wat ik vooral zou willen benadrukken. Dat we moeten kijken, en dat ligt denk ik ook een taak bij de overheid, om te kijken wat de KLM van de cultuur is. En natuurlijk is dat het Rijksmuseum, vind ik ook heel belangrijk. Maar je moet ook misschien even verder kijken van als deze crisis voorbij is. Hè, want laten we reëel zijn, dat zal ook weer een keer overgaan. Komt allemaal zo weer goed? Heeft de kamer al gezongen in het eerste uur? Elke ramp gaat een keer over. Maar dan moet je vooral kijken van wat moet mee op de reddingsboot van Noach, zal ik maar zeggen, om straks weer te zijn. Maar je zegt bijna, je moet dus een keuze, je moet gaan kiezen. Nou, ik denk dat je. Ik denk dat. Dit hele actie is opgezet omdat we eigenlijk vinden dat die 300 miljoen, al hoe mooi en het ook is en al hoeveel we waardering ook kunnen hebben voor het kabinet, vind ik, zoals die ons door de coronatijd loodsen, dat daar misschien dan toch wel een aantal instellingen kapot gaan. Die we straks over 1 of 2 jaar misschien ontzettend zullen gaan missen. En heb je het gevoel dat er hard genoeg met de vuist op tafel geslagen wordt? Ja, vind ik lastig om dat precies in te schatten. Wat er achter de schermen gebeurt, weet ik niet. Was je teleurgesteld toen je die 300 miljoen hoorde? Of ben je teleurgesteld? Of ben je juist heel opgetogen en zegt van nou ja, het biedt ook weer. Ik denk dat het er om gaat is. Dan zou je echt die hele uitwerking moeten zien. En ik heb natuurlijk wel een aantal dingen ervan gezien. En dat ding. Ja, de grote jongens die worden echt wel gered. En dat is ook heel goed. Maar het is de vraag of je voldoende redt. En dat is. Uh, en, en,
Dus ik denk dat met name in de vrije sector, dat je ook daar moet nadenken van, nou kunnen we niet, we hoeven ze echt allemaal niet te pamperen en zo, maar kijk even van waar zitten echt, waar staat het water nu tot de lippen en laten we ervoor zorgen dat er ook een infrastructuur is waar we straks op terug kunnen vallen als de corona voorbij is. Pier 21, 8 man. Ja, dat is 8 man, heb ik gezegd. Dat zijn allemaal hardwerkende mensen. En dat zijn echt dat zijn de mensen die hun brood daarvan hebben. Dat zijn misschien een paar die fulltime doen, maar ook heel veel die middag in de week hebben, zeg maar. Mm-hmm. Ja, ik zeg 8 man, hè. Ik had het ook anders kunnen zeggen. Ik kan ook zeggen, wij doen een beroep, want ze spelen 50 voorstellingen in Friesland. Daar zitten allemaal mensen omheen die vrijwillig de zalen runnen. Die als vrijwilliger die hele tour steunen. Dan zit je op een paar honderd. Ja, maar het gaat helemaal niet om grote aantallen. Ik vind het juist zo mooi dat je die 8 man... Ja, noemt. Maar dat is dat, ik vind ook dat je... daarom noem ik ook 8 man. Omdat het... vind het wel... de sterkte van een kleine stem is misschien wel... sterker dan dat je met z'n allen heel hard gaat schreeuwen. En dat zou ik eigenlijk zonde vinden als die structuur, als die wegvalt. Als Pier 21, en dat gebruik ik even als voorbeeld voor iets wat in heel veel regio's, maar natuurlijk ook op landelijke schaal, zit aan producenten, aan mensen die dingen ondernemen, aan die mensen die hun nek uitsteken. Nou, daar moet je gewoon zegt ook kijken. Over vrije producenten die dus geen subsidie hebben, ja. die het allemaal zelf gerooid hebben tot nu toe. Kijk, en die kun je niet helemaal vergelijken met een horecaonderneming. Nee. Want een horecaonderneming die is echt een onderneming. Wij zijn eigenlijk, vind ik als cultuur, ontzettend slechte ondernemers. We zijn ZZP'er geworden en dat heeft er niet toe geleid dat je gaat investeren in je acquisitie en dat je een buffer hebt. Maar iedereen die doet het voor minder geld eigenlijk. Hè? Dat is wat heel veel gebeurd is. En het geldt denk ik ook voor die producenten, die lopen ook niet binnen. Die hebben alleen geld zodat ze de volgende producties ook kunnen maken. Mm-hmm. En dat is een verschil met horecaondernemers. Ja. En dat betekent ook dat je denk ik best wel ook daar zou moeten kijken van moet je daar als overheid toch niet denkend, ook wetend hoe belangrijk cultuur voor mensen is. En hoe mensen op dit moment bijvoorbeeld de festivals missen. Of het feit dat je met z'n allen naar het theater kan gaan. Of de amateur. Ik heb een plattelandskroegje, daar zitten twee koren die niet kunnen. Iedereen mist dat, ontzettend. Ja. Ja. En laten we ervoor zorgen dat de structuur er is voor als de corona in grief is, zeg maar. Dat is mijn betoog. Laten we het hopen. We gaan erachter bij optellen. Of hebben we dat al gedaan? Dat hebben we nog niet gedaan. Het is bij deze gedaan. 219.747. Dankjewel, Bauke Oldenhof. Zet je handtekening op de muur. En laten we hopen dat er nog veel mooie dingen gemaakt worden. Ja, en jij veel succes verder ook. En iedereen hier met de actie. Want dankjewel. Het is de moeite waard. Zeker. Dankjewel.